Goedemiddag, we zijn in Rozenaal, Vrouwenhof. En dit is de 11e editie van het Blommekinderfestival. Voor heel veel mensen is dit een reunie. Is het een terugkijken in de tijd, terugluisteren. Het herkennen van muziek die zij in hun jeugd hebben gedraaid en hebben gekocht. En dat beleven ze hier eigenlijk op deze paar honderd vierkante meters. Hartstikke gezellig, altijd hier zo. Wij komen vanaf het eerste jaar al en het wordt steeds groter, maar de gezelligheid blijft. Eerste keer dat ik hier kom, leuk. We komen uit Vlissingen en ja, prima. Heel gezellig, leuke dag, goede zondag. Hoe weer is goed. Wat maakt dit festival zo mooi? Het publiek. Het publiek maakt zo mooi. Blommekinders, iedereen zei, daar moet je echt eens een keer heen gaan. Dat hoor je en dat klopt ook. Ja, hand terug naar de jeugd. Ja, 70 Woodstock bent. Dus helemaal super. Van me op, er wordt hier weinig gebloot, hè? Dat was toch in die tijd? Ja, dat was wel in die tijd. Nee, dat is ook niet meer, hè. En echt roken ook niet meer, hè. De sigaretjes komen niet meer op tafel, hè, die tijd. Ja, vooral voor mij de sfeer. Dus gewoon echt een sfeer zoals het vroeger ook was. Ja, want vroeger ook was, ik mis wel een beetje de stickies. Echt waar? Ja. Ja, daar hebben we nou deze voor tegenwoordig. Dus toch helemaal modern. Ja, natuurlijk. Je moet met je tijd meegaan. In my mind, I still need a place to go. U komt even de bloemetjes buiten zetten. Ja, zeker. Blommekinders, daar moet je bij zijn, hè? Ja, hoe is het hier vandaag? Ja, het is prima sfeer. Lekker weer, niet te warm. Even genieten van de Neil Young. Hij lijkt echt sprekend, man. Hij is keigoed. Hij is echt super deze. En wat maakt dit festival nou zo mooi? Dit maakt zo mooi dat de muziek uit mijn tijd is, weet je. Ik heb ook de laatste week veel de Woodstock beelden nog gezien. En hoe er ook gelopen werd. En half bloot, naakt. Daar ben ik er zeer voorstander van, mag ik wel zeggen. Maar ja, dat mag je hier niet doen, dus... Welkom bij Jeugdcircus Il Grigio in Haren. Il Grigio is een jeugdcircus en bij ons zijn heel veel kinderen aan het optreden in de piste, van jong tot oud, 4 tot 18 jaar. Ik ben Siem, ik ben 9 jaar en ik ga dadelijk antipolo springtouw. Ik heet Lin en ik ga dadelijk aquajump en bal lopen. En hoe oud ben jij? Ik ben 7 jaar. Ik ben Corijn Brok, ik ben 18 jaar. En ik ga daar beginnen met de acrobaten, daarna doe ik de trampolines en ik sluit af met de hula hoepen. En ik kan heel goede kuntjes. En ik wil graag voor het publiek staan.
vind ik leuk. Mijn vriendinnetjes zitten erop en kan je allemaal kunstjes leren en zo. En dat vind je leuk? Ja. De eerste keer met publiek, dan zitten er dadelijk ongeveer 400 man te klappen en te kijken naar je. Ja, een klein beetje druk, maar dat komt wel goed. Ja, je vreest er niet voor? Nee, de kinderen kennen het nummer, ik ken het nummer en we gaan er gewoon iets moois van maken. Ja, superleuk. Wat maakt het zo leuk dan? Ja, met die kinderen toch? Zo spontaan. Niet alles gaat goed, maar dat mag. Prachtig. Ja, prachtig. Vond u er zo prachtig aan? Ja, het is gewoon te gek. Met die kinderen is echt heel erg leuk. Ja. Fantastisch. Leuk om te zien. Ja, veel enthousiasme van alle kinderen. Echt superleuk om te zien. Hoe ging het? Goed. Ja. Vond je het ook leuk? Ja. Heb je genoten? Ja. Hoe ging het? Goed. Ja? Ja. Tot ziens en welkom! We zijn in Dierenrijk in Nuenen voor de Viespeukenweek. Ja, het woord zegt het eigenlijk al een beetje. Vieze dingen. En eigenlijk ook helemaal geen vieze dingen, maar wel dingen die heel erg leuk zijn, zoals rennen door de modder. Je ziet onze olifanten doen ook gezellig mee. Insecten eten hebben we, poepraden, poepstapelen, ja van alles. Zo, dat was snel. Nu ben je helemaal vies, hè? Ja, dat maakt niks uit. Nee, is dat niet ook... Dat is ook hartstikke leuk, of niet? Ja. Dat je vies wordt. Ja. Dus je wil helemaal niet schoon gespoten? Nee. Nou, je zit helemaal onder. Smaakt die lekker? Het smaakt heel anders. Ja, nou hè. En? Dat is niet mijn ding. Geef mij maar een frietje of zo. Gadverderrie, zo'n beestje. Het smaakt lekker hoor. Het smaakt lekker. Ja, ik had er ook een die zat op mijn pet en dan kon ik eigenlijk helemaal niet met mijn hoofd bewegen omdat hij op de klep zat. En hebben jullie ook al lekker zitten viespeuken vandaag? Ja, wel een beetje. Wat heb je gedaan? Poepraden en een lamina doen met spugen. Wat vindt u ervan? Je hebt het vaker gedaan, of niet? Nee, eigenlijk niet. Maar misschien moet ik er wel wat mee doen. Ja, je zit wel lekker erin zo. Lekker, ik weet niet of dat het goede woord is. Wat heb je allemaal gedaan? Spelletjes in de dierentuin gedaan. En nu? Waar ga je nu heen? Naar Latshuis. Ook het komend weekend hoeven we ons geen moment te vervelen in Brabant. Er is van alles te doen. Zoals het Show of Car Festival in Dongen. Hier is van alles te doen rondom auto's. Er zijn oude auto's, raceauto's en alles wat ertussenin valt. Ook zijn er wedstrijden. Wie kan het langst aan een autogordel hangen? Maar ook wie het snelst een schroefset van een auto uit elkaar en in elkaar kan zetten.
In Den Bosch is zondag het New School Fest XL Outdoor. Een hip-hop evenement voor alle leeftijden. Met bekende Nederlandse rappers zoals Moola B, Yo Silvio en Kevin. Maar er zijn ook lokale artiesten en er zijn DJ's. Voetjes van de vloer dus. En in Bergen op Zoom wordt dit weekend voor de 53ste keer de krabben voorgehouden. Een jaarmarkt met zo'n 400 kramen. Maar er is ook veel muziek en je kunt er lekker eten. Als jij vindt dat ook jouw evenement in Zinderend Zuiden moet, mail ons dan evenementen@omroepbrabant.nl.